Yo, wat dan mensen van mijn kanaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer Minecraft Survival nummer 16. De vorige keer heb ik met Alexander opgenomen. Vandaag neem ik helaas weer alleen op. Misschien de volgende aflevering, misschien ook niet. Maar in ieder geval, ik heb ook even achter de schermen gewerkt, want ik heb even mijn basis uitgebreid. Want ja, ik wil villagers hebben. En dat gaan we ook even regelen deze aflevering, want ik heb hier al speciale hokjes gemaakt. Nou, dit is de befaamde badkamer. Ga ze even met elkaar kinderlijk mogelijk maken. Maar goed, voordat de plan in werking kan gezet worden, moeten we ten eerste villages krijgen. Anders werkt het, ja, dan valt het hele plan in duigen. Kip, ik hoef geen eieren, dus hier alsjeblieft, hier heb je eieren, alsjeblieft. Doei. Ja, en dit heb ik nog gemaakt. Er staat nog een bordje, maar dit is geheim mijn kamer. Als we hier komen, kom hier. Dit is echt een speciale ingang. Zit eigenlijk onder het dorpgedeelte. Maar goed. Ja, het dorpgedeelte zeg ik wel, maar het zit onder mijn basis. Maar je hebt een speciale. Eigenlijk kan ik alleen erin. En niemand anders. Heb ik zo geregeld. Maar in ieder geval, zo. Nou, ja, ik heb nu al geen zin om naar de village toe te gaan, want dat duurt te lang. En ja. Eieren. Eigenlijk moet ik eens een keer op zoek naar Alexander's basis en dan een kist neerzetten. Hier heb je eieren voor kippen. Succes ermee, ik hoef ze niet. Dat zou wel heel gemeen zijn. Goed. Lapis, lazuli. Verder zachte val. Dus verder valling 3. Nou, dat is best wel goed eigenlijk. Oh, ik ben er wel mee tevreden mee. Zo. Maar in ieder geval, om die villages, daar gaat de koeien ook een grote rol spelen. Leer en papier. En misschien ook andere villages. Maar ik moet even kijken welke wat maakt. Dat lijkt me wel handig, tenminste. goed. Zo, hier zo, vlees, 16, kip. Ach joh, ik moet echt eens een keer de vlees aan Alexander geven, maar ik hoef het echt helemaal niet. Ja, is het nou donker? Huh? Oh, het is bijna donker. Ja, mooie ondergangs. Ja. Goed, laten we gaan slapen. En ik heb ook al een beetje voorbereiding getrokken achter de schermen voordat ik de opname startte. Heb ik even een soort van waterval gemaakt aan de zijkant, dat ik met een bootje omhoog kan. Want ja, er zit een flink hoogteverschil tussen het dorpje en ik. En om uiteindelijk, ja, daar te krijgen. Even kijken dat er geen mobs staan. Dat ik even naar beneden spring en dan Creeper besluit om het te ontploffen. Ja, heb ik geen zin in. Zo. Oh, ouch. Zo, ouw. Goed. Laten we naar het dorpje gaan in de hoop dat ze het leuk vinden dat ze bij mij gaan wonen. Want ik snap het wel, je hebt daar gemeenschappen opgebouwd. En dan pak ik twee mensen die niet meer gaan wonen. Die daar een bestaan mag opbouwen. Voor mij, hè. Sowieso, ik wil één villetje waar ik geld van krijg. En één villetje waar ik boekjes van mag kopen. Dus dan blijft het een beetje zo, ja. Dat. Goed. Zo. Kom je even kijken, is hier nog iets? Oh, ja, daar ben je. Oké. Stap je vrijwillig in.
stap vrijwillig in. Oh, je stond erop, hè? Je stond er letterlijk op, villager. Ga niet moeilijk zitten doen. Ik wil gewoon je meenemen. Alsjeblieft. Waar is mijn boot? Oh, daar is mijn boot. Nou, ga je meewerken? Natuurlijk ga je niet meewerken. A few moments later. Nou, na 5000 jaar heb ik eindelijk de villager in de boot gekregen. Nou, niet je mond open te trekken. Ik hoop dat de Iron Golem het niet erg vindt dat ik één dorpeling meeneem. Of anders, I'm fucked. Daar gaat mijn 14 XP. Wauw. Dat ik nu 17 heb. Ja, het gaat op zich best wel snel eigenlijk. Ik heb kippen. Ik farm best wel veel. Ja, dan schieten wel de levels omhoog uiteindelijk. Maar ja, je moet ook wel de geduld voor hebben. Goed. Hey, je ziet niks. Ja, goed zo. Ga maar naar binnen, je ziet niets. Hij gaat heus niet naar dat grijze, zwarte-achtig gebouw daarachter. Nou, eigenlijk is het gewoon een fort. Oh, shit. Ik wil niet in de mine vallen met de villager. Dus ik neem deze kant even. Zo, dit even weghakken. Ja. Nou. Dan heb ik nu een blokje zand in mijn hand. Leuk. Een blokje zand. En nu moet ik deze lange minuten vol blijven lullen. Of anders blijft het ook saai. Dat wil ik niet. Zo, val maar naar beneden. Nou, door grasspriet. Kip. Koe en vark volgens mij daar. Nou ja, waarom noem ik het op? Ah, daar is de piggie. Zeg jongens. Hoe gaat het met jullie? Goed? Ja, ik snap dat het een beetje saai is, maar... Ja, koe, ga niet voor mij. Koe, weg, koe. Ik zeg weg, poetsen, koe. Goed. Ik was even van plan om mijn hitbox aan te zetten om jou te killen. Maar hij lijkt me ook wel een beetje grof. Nou, villetje, recht vooruit is je bestemming, maar aan de andere kant. Binnen de muren. Jeetje. Als ik zo naar kijk wat ik heb gebouwd, is het gewoon eng eigenlijk. Het is gewoon een en al helemaal eng. Zo, nou, dit gaat snel. Hoppa! Nou, in de hoop dat er geen verdrinkeling in het water zit. Als het in het water zit, dan word ik flink pissig. Nou, dit is de waterval. Als ik ze naar binnen heb gehaald, weet ik niet echt wat ik hiermee moet doen. Moet ik die weghalen of moet ik die bewaren? Op zich, een waterrand is ook handig. Dat het moeilijker is om mijn ding te beschieten. Maar het kost best wel veel dirt en dat soort dingen. Aan de andere kant, het kan niet kapot gaan. En ik, ja. Ja, dat is het gewoon. Dat je gewoon binnen. Dat je gewoon via één kant dat ding kan betreden. Nou ja, er zijn ook andere blinde hoeken waar in mijn basis. Daar aan de andere kant bij de villager. Ja. Oké. Maar goed, ik moet even dit bijhakken. En toen kwam ik erachter dat ik hier nog dat het gewoon open ruimte is met toortjes. Ik ga dat niet overvullen in survival. Ben ik gek. goed. Ik heb nu al een droge mond, na 9 minuten, leuk. En ik moet dan meer dan 2 uur opnemen en dan knip ik de helft eruit. Tijdverspilling, maar goed. Goed. Ik schiet omhoog. Oh, shit. Nou, werk even mee. Oh, het is zo flexibel, dit is zo flexibel. En als ik naar beneden donder, oh, dan word ik boos. Oh, lekker. Zo.
Goed. Zo. Het was niet zo handig dat ik die blokken neerzet. Ja, oh. Huh? Oh, je bent dat geworden, want... Want dat is dicht bij mijn, hoe heet dat, de zaagdingetje. Voor de rest weet ik niet erg of hij die een hobby van kan krijgen. Maar goed. Zo, dit en dit. Ja, ik zorg echt dat hij echt niet kan ontsnappen. Als die villetje ontsnapt, oh, ik ga huilen, ik ga janken. Ik word boos gewoon meer. Oké, ja. Dit mag wel weg. Zo. Zo. Goed. Die daar. Zo. Eens kijken. Wat ga ik de volgende doen? Ja, op zich, de waterrand is wel handig. Want Alexander komt dan van die kant als die meisje een keer aan wilt vallen. Voor de grap. Die met een kanon gaat bouwen. Die non-stop op mijn anti-spinnenmuur gaat. Ja, zit er nog een laag water tussen. Tussen de muur. Maar als ik dat water erbij pak, dan is dit gewoon... Dan is het gewoon niet leuk meer. Dan is het gewoon... Dit is gewoon de oppermacht. Er is niks anders. Er is geen enkel andere basis die mijn basis aan kan dan. Maar ja, dat is wel, wel best wel geinig om te doen. Dat geen enkel andere basis gewoon mij aan kan. Wow. Goed. Zo. Zo, even dit. Zo voor de deuren zetten. Want ja. Hey, ja. Elements, zit je nou weer te. Ik haat die elements. Die zit de hele tijd mijn ja, grond te vernachelen. Of ik ben dat blokje te vergeten te plaatsen. Dat kan ook nog. Maar dat kan. Dat vind ik verbazend. Want ik bouw. En als ik dit doe, dan hak ik echt. Dan heb ik wel echt door dat ik iets hak. Maar. Goed. Hak, 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 bootje, weg. Zo. Kom mee. Zo. Ja, je dacht even dat ik jou liet gaan, hè? Waar moet je heen gaan? Oh. Ah, chips. Nou, ik hoop dat ik die doortje terug kreeg. Ja, volgens mij wel. Een blokje terug. Maar goed. Dan brengen we even jou naar je nieuwe huis. En dat is de eerste huis. En ik dacht, oeh ja. Oh, dat is mooi dat er nog drie blokjes tussen de ramen zitten. Die kan ik dan molden. Zonder het glas te kapot te maken. Want ik wou, ik dacht, open raam is wel leuk. Maar toen dacht ik, oh ja. Baby zombies, baby villetjes kunnen daar gewoon doorheen. Als een baby zombie daar nu binnenkomt, heb ik nog een groter probleem. Heb ik namelijk niet zoveel zin in dat dat gebeurt. Maar goed, ik heb echt wel goed over nagedacht hoe ik mijn bouwconstructie wou doen. Het is een beetje de stijl die ik een beetje in de gedachten heb. Heb ik ook zo echt gebouwd. Ik dacht, ja, dit. Waarom maak ik twee keer dezelfde fout? Doe gewoon niet. Oké. Okay. Nou, de villager staat uiteindelijk heerlijk op zijn plek. Hij staat echt zo. Waarom ben ik hier? Nou ja, over een paar honderd jaar weet je het niet meer. En de mensen die hier komen ook niet meer. Die weten niks anders meer. Goed. Ja, niet zo stressen. Oh, jeetje. Hij is met dat geknekt. Nou ja, ik laat hem dat even. Dat is toch de Pirate Village. Die kinderen moet genereren. Ik moet ook even kijken wat voor voedsel die maar krijgt. Sorry hoor, ik
Waarom ga ik hierheen? Wacht, zat ik nou in de cheat menu? Want dat was niet echt de bedoeling. Nou ja. Ja. Ik cheat echt niet meer als ik echt zo van, als ik in een situatie kom. Shit! Mijn village zit in dat. Buiten de muren en ik krijg hem niet op tijd binnen. Ja, dan ga ik boven cheaten, want als die kapot gaat, dood wordt gemaakt door een zombie, ik ga huilen, ik ga janken. En dat is soort, ja, dat wil ik voorkomen. En yeah. Zo, ik heb eindelijk mijn wol gekregen. Het lijkt me wel handig dat ik even hout maak. En hier een bed. Uiteindelijk moet ik nog twee andere bedden maken. Eén voor het kind en één voor de twee vader en moeders. Ik weet niet wat de geslachten zijn. Want in Minecraft gekregen hebben ze geen geslacht gekregen. Goed gedaan, Notch. Goed. Goed. Zo. Nou, open de ding. Maak dat dicht. Ik heb wel echt goed over nagedacht over de into van de dingen waar ze door kunnen ontsnappen. Nou, ik zet het voor jou. Jeetje, hij wordt helemaal de stress dat hij shoot. Nou, connect maar. Ja, goed zo. Alsjeblieft. Doei. Nou, goed. Een villager die weer een werk heeft. Ik hoop dat hij daar blij mee is. Totaal niet gestolen uit de village. Ja, goed. Even kijken. Hey, kippies. Hoe gaat het? Ja, leuk hè. Nou, we zijn weer terug in de village. We gaan weer deze village omvoeren en we gaan even het versnellen. Tot dan. Nou, daar zijn we weer. Goed. De bedden staan. Ja, nog niet volgens mij. Ik moest even nadenken wat ik heb gedaan. Goed. Nou, deze mag even weggehakt worden. Kan ik daar ook even weer bomen halen? Uiteindelijk. Want ja, dit was vroeger een bomenveld. Ja. Maar ik had er staan ruimte nodig voor dingen. En misschien ga ik ook nog aan die kant uitbreiden. Ik moet nog even kijken naar het bouwplan van de survival. Even kijken wat ik nog wil maken. En uiteindelijk een vorm trekken in survival. En dan vervolgens een hek, de muur omheen bouwen. De oude muur daar tussen uitslopen. Moet ik hier ook nog doen. Ja. Nou ja, het lijkt me wel leuk dat het een soort van tussen verschillende delen de basis zit. Dat lijkt me wel leuk. Goed. Ja, de twee bedden. Laten we even niet door de dieren gaan. Deze muur blijft gewoon. Die daar staat. Lijkt me wel leuk. Zo, deze hier. En die hier. Want waarom niet daar? Daar is genoeg plek. Want daar wil ik uiteindelijk nog hekvens met een treinspoor.
En die transport, die vervoert de baby naar de andere plekken. Of naar de andere, ja, gedeeltes. Ja, leuk hè. Maar goed. Maar er zijn nog genoeg plekken voor jullie een soort gasten. Goed. Zo. Nou ja, ik heb nou, laat maar. Goed. Nou, nee hè. Wat heb jij? Ja, 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 hartstikke kut. Nou, laat ik even met jou zo weg. Met blote vuist toch, hè? Oké. Jij ook even neer met een stokkie. Oh, ga je ook nog wegvluchten zo? Stinkvilletjes. Of traders bedoel ik. Jullie hebben gewoon geen waardevolle shit bij je. En dan ook nog in mijn basis komen, hè? Hoe durf jij met je lama's? Nou, in ieder geval, zo, even kijken. Ja, ik moet ook nog eens een keer naar de end, weet ik. Even kijken, goed. Ja, dat is geen waardevol shit. Goed. De boten mogen daarin. Eigenlijk moet ik die boten nog eens een keer dat doen. Eens kijken. Even kijken. 10, 13, 15. Even kijken dat dit werkt, oké? Goed, ik ben erachter gekomen. Ja, de potatoes moeten denk ik gekookt zijn. Oh, nou. Goeie hek. Ik kan dus niet daar bovenop gaan lopen. Goed. Zo. Zijn de potatoes? Nee, nog langer na niet. Heel fijn. Toppie. Heel leuk. Nou, gaan we nog even wachten. Oké, de potatoes werkten niet. Daar wou ze gewoon niet oppikken. Dus ik ga even naar deze village. In de hoop dat ze wortels hebben. Even kijken. Yes, lekker. De eerste keer in deze village en ik heb hier ook diamonds vandaag geplukt. Ze hadden diamonds dus. I'll take sure, als ze dat hebben, neem ik het gewoon mee. Iron Golem daar, even kijken, ja dat zijn, even kijken wat ze hier hebben. Nou, voor de rest niet, oké. Okay. Nou, dan ga ik weer lui. Oh, maar dit neem ik wel even mee. Oké, rennen als de Iron Golem dat niet zo fijn vindt dat ik dat gemeenlijk doe. Oké, doei! Ze dachten dat ik ze tegen kon houden. Oh mijn god, zo. Maar ik heb nu een bijl. Kan ik in mijn dorp plaatsen. Dus ik... oogst even een klein stukje van deze bij de tea carriage kunnen komen, want ja, deze dingen zijn best wel belangrijk, maar ik heb nu best wel veel grasvelden, dus ik kan wel één grasveld voor mijn carrots planten. Ik moet even eens een keer goed organiseren qua dingen, dus bieten daar, aardappels daar en wiet daar en daar. En voor de rest dat. Maar dit is ook echt de farm kant. Zo, eet, 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 my boys, eet. Goed zo. Jullie hebben gegeten. Oké, dan ga ik via de carpet. Jeetje, kom, ik sta op het randje. En wat krijg ik? Eén ei. Al direct, één ei. Wauw, wauw, wauw. Goed. Maar goed, ik zie dat de licht
ja, hier een beetje irritant zitten doen, dus ik ga bij deze de video afsluiten. Vind je deze video leuk? Abonneer op mijn kanaal en zie je jullie later. Doei!